Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Le Champignon. Dit is de Prins Hendrikkade, zondagochtend, 19 minuten over 10. Startschot klinkt voor de 35e editie van de Dam tot Damloop. Warme omstandigheden, ook al om dit tijdstip. En dat zal in de loop van de dag natuurlijk alleen maar zwaarder worden. Vrouwen vertrekken met een voorsprong van 6 minuten en 4 seconden op de mannen. Dat is het verschil in het parcoursrecord tussen de mannen en de vrouwen. Dat is die wedstrijd in de wedstrijd. De kopgroep van 4 vrouwen is er al direct in de tunnel. Terwijl hier de mannen weg worden geschoten. Geen Khaled Chukwudi die heeft zich afgemeld. Vindt deze loop niet in zijn voorbereiding passen op de marathon. Jammer, want die liep onlangs een nationaal record in Tilburg op de 10 Engelse mijlen. Wel natuurlijk Michel Butter van de partij. Hij is een voorbereiding op de marathon van New York. En ook zien we in het grijze tenue links Ronald Schreur. En Mohammed Ali in het groene tenue. Ook zij die tunnel in. Tunnel van in totaal 1600 meter lengte. Na 20 meter beneden NAP. Dus dat is wel eventjes een aanslag op de beentjes. Bij de vrouwen zijn de kaarten eigenlijk vrij snel geschud. Een kopgroep van 3 heeft zich gevormd. Eveline Tjirtjir in het witte tenue. Selamawit Dagnachiu uit Israël in het zwart. En Irene Cheptai in het blauw. Die hebben elkaar gevonden. Bij de mannen is die groep een stuk groter. Ook daar zoeken de toplopers natuurlijk bij wie ze gaan zitten. Een groep van een man of 10 aan de leiding. Zonder Michel Butter, die zit in de tweede groep. Met aan het elastiek helemaal achterin ook nog Lucas Nieuweboer uit Heemstede. Wat wel duidelijk is, is dat er een flink tempo in zit. Vooral bij de vrouwen, maar zeker ook bij de mannen. Bij de vrouwen staat het parcoursrecord al sinds 1987 op naam van Ingrid Christiansen. En deze 3 hebben er flink de vaart in. In het blauw Cheptai, de Keniaanse. Met Tjirtjir aan haar zijde. De mannen jagen dus op de vrouwen. Mochten ze als eerste over de meet komen, levert dat de winnaar overal €5.000 op. Dat is de moeite waard. €3.500 voor de nummer 2 en €2.500 voor de nummer 3. Meestal winnen de mannen. Vorig jaar was dat voor het eerst in lange tijd anders. Inmiddels wordt Mironda Banstra, een van de topatleten bij de Nederlandse vrouwen, ingelopen. En zo één voor één komen die mannen dichterbij. Maar de afstand op die top 3 blijft groot, want die gaan zoals gezegd hard. Die gaan heel erg hard. Hier langs de A8 richting Zaandam en de Israëlische heeft het lastig. Terwijl Cheptai en Tjirtjir zij aan zij verder stomen. Ook bij de mannen wordt er langzamerhand aan de boom geschud. En vallen ze er één voor één eigenlijk vanaf. Onder toedoen van Solomon Berihu in het groen-blauwe tenue. Die voelt zich sterk. Hetzelfde geldt voor John Longat en Joel Ayeko. 3 man aan de leiding. En dat is halverwege de wedstrijd van de Dam tot Damloop. Bij de vrouwen is de Israëlische er definitief vanaf. Tjirtjir in het blauw, die heeft al een Dam tot Damloop achter haar naam staan. Vorig jaar werd ze 5e in 52 minuten en 34 seconden. Zij heeft dat parcours dus al eens gelopen. Geldt niet voor haar tegenstrijdster Cheptai. Die debuteert op deze afstand. Ze komen
komen dan in het laatste stuk van de wedstrijd in Zaandam. Zij aan zij. Vorig jaar was het een sprint tot op de laatste centimeters. Maar Tjertjer is sterk. Is sterker dan Cheptai. En gaat de wedstrijd op haar naam schrijven. Hij finisht in een tijd van 50 minuten en 32 seconden. 2 minuten sneller dan vorig jaar. Een puikenprestatie van de 21-jarige Keniaanse. Cheptai geeft daar een seconde of 3 op toe en is de nummer 2 van deze damloop. Bij de mannen heeft Biriu uiteindelijk iedereen en alles van zich afgeschud. Dat heeft hij knap gedaan, de Ethiopiër. Ook hij in de laatste 100 meter van deze dam tot damloop. En waarbij de vrouw het parcoursrecord op 1 seconde na niet wordt gehaald, komt deze Biriu daar niet bij in de buurt. Niet dicht genoeg althans. Hij noteert een eindtijd van 45 minuten en 51 seconden. Tweede wordt John Mangat uit Kenia. En de derde plaats is voor Ayeko. Als je nu gaat starten en je hebt nog 2 uur te gaan, dan wordt het wel moeilijk. En de laatste start is dan op 5:03. Kun je nagaan. Dit is Bo Ummels. Zij eindigt uiteindelijk de dam tot loomloop als 5e. En is de beste Nederlandse. Podium bij de vrouwen. De nummers 1, 2 en 3. En dit is het podium bij de mannen. Ali is de beste Nederlander op de 4e plaats. Uiteindelijk Butter wordt 13e in 48-59. Daar staat Ali in het midden. Opnieuw een persoonlijk record voor de 2e keer binnen een maand. Haalt hij daar een flink stuk vanaf. En daar Bo Ummels breedlachend. Atleet uit Kastikum. Wel zwaar. Ja. Ja. Je loopt veel in de zon. Het is wel echt wel warm. Maar ik vind het wel een supermooi parcours. Vind je niet? Ik vond het echt wel te spittig, maar supermooi. Echt veel muziek, veel gezelligheid. Gewoon een hecht team met elkaar. Ik liep met 2 andere meiden die ik niet ken. En die stimuleren elkaar. Nou, dat is fantastisch. Ik was 2 minuten langzamer dan vorig jaar. Dat is dan weer jammer. Maar ik zie net dat mijn zoon die voor de eerste keer rent, die is 16, die doet er 1:20 over. Dus daar zit ik net van te genieten. Kijk. Supergoed. Hoe ging het? Heel goed. Ik denk dat jij misschien wel de jongste deelnemer bent, of niet? Ja. Hoe oud ben je? 10. 10 jaar? En hoe, heb je gewoon 16 kilometer gerend? Ja. Doe normaal. Het laatste stukje 18 kilometer hard gerend. 18 kilometer per uur. Dat meen je niet? Ja, ik was helemaal uit mijn vel gesprongen. En hoe heb je je daarop voorbereid dan? Nou, in het begin was ik gewoon heel langzaam aan het gaan en 1 tempo aan het houden. En dan bij 14 kilometer, dan ga je steeds harder. Gezien, en je loopt dus inderdaad samen met je buddy. En hoe ging het? Laat ik daar gewoon eens mee beginnen. Nou, ik vond het in het begin wel goed gaan. Nou, dat gaan we goed volhouden. Maar het is toch behoorlijk warm, daar heb ik echt veel last van gehad.
Dus ik heb minder hard gelopen dan ik zou willen. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon gered. Want het bijzondere is, dus jullie lopen met zo'n lintje ertussen. Ja. We hebben gezien tijdens het trainingsrondje wat jullie deden. Maar ja, toen was het natuurlijk vrij rustig. Dan geef je allemaal signalen. Maar hier lopen duizenden mensen om je heen. Ja, dat lijkt me, wat zie jij daarvan dan? Nou, ik zie af en toe wat contouren. Maar ja, Henny heeft mij fantastisch begeleid. Die zei, als we dan gingen inhalen, iets meer naar links. En die zei tegen de mensen, pas op, pardon, we gaan even langs. Blijven communiceren. En in de tunnel heb ik haar arm even vastgepakt. Omdat er dan heel veel trommelaars waren. Dus ik dacht, nou, dat ga ik nooit horen als ze wat zegt. Dus dan voelde ik ook weer waar Henny heen ging, zeg maar. Voor de mensen van 113. Hoe ging het? Nou, het was heel erg zwaar met het warme weer en geen wind. Dat is zwaarder dan anders. Ja, want u loopt hem wel vaker, begrijp ik, maar... Uw dochter loopt er voor het eerst? Ja, dat was mijn eerste keer. Dus superleuk, de ervaring heel leuk. Maar na de 10 in de zon, zonder wind, dat viel me echt wel zwaar. Ja, want er is toch niet echt op te trainen, hè, dan op dat soort momenten? Nee, ja, we trainen vooral 's ochtends en 's avonds. En is het toch een andere temperatuur dan zo midden op de dag. Ja. Maar je hebt het gehaald. Ja. En samen, hoe bijzonder is dat om zo samen te lopen? Ja, dat is echt onbetaalbaar. Ook de trainingen, we lopen een uur met elkaar, gezellig te kletsen of soms niet. Ja, dus ik vind het echt super dat ik het met haar samen mag lopen. Ik vind het echt onbetaalbaar, superleuk. Hey Jeroen, jij hoort bij de organisatie. Je staat hier nou al de hele dag bij de start. Wat valt je nou het meest op? Nou, in ieder geval dat het veel beter weer is dan vorig jaar. Zoals de meeste lopers zich herinneren, was het vorig jaar alleen maar regen. Dus dit is al stukken beter natuurlijk. Voor de rest is heeft iedereen weer geweldig goed humeur. Iedereen heeft er zin in, iedereen krijgt blij. Dus ja, het is weer een geweldig evenement. Omdat jij vandaag... Superman! Hoe gaat ie? Goed? Ben je er klaar voor? Ik loop volgende week Marathon Berlijn, dus dit wordt gewoon even een uitlooprondje. Hockey! Ja. Hey, ben je niet bang voor de warmte? Wat zei je? Niet bang voor de warmte, want je hebt een cape aan. Nee, helemaal niet. Ik heb ook in de warmte getraind, ik heb alles meegemaakt. Dus gewoon lekker, van hebben. Hoe gaat het? Goed. Ja. Moe. Ja. Maar was het te doen of was het zwaar? Ja, pittig. Ja. Dus maar voor mijn zoontje gedaan. Kijk. Voor de Hartstichting. Ja. Hij heeft 3 jaar geleden een open hartoperatie gehad. En super speciaal dat ik met hem mag finishen zo. Want hij is het laatste stukje met u meegelopen? Hij is het laatste stukje met me meegelopen inderdaad. Ja, dat lijkt me echt heel emotioneel. Ja, dat is het ook. Ja. En jij hebt het laatste stukje meegelopen? Ja. Hoe ging dat? Goed. En ben je een beetje trots op papa? Ja. Hoe gaat het? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou, prima. Heel blij zijn we dat hebben gedaan. Ja? Ja. Zwaar? Het was heel zwaar, heel warm vandaag, maar het is een heel super mooi event. Mooie sfeer en zo aardig, vriendelijk mensen. Het is echt super duper. We genieten daarvan. Kijk, en u, hoe gaat het met u? Geen woorden. Hoe gaat het? Ja, goed, maar te heet vandaag. Te heet? Ja, heel veel te heet. Ja. En hoe ga je daarmee om dan? Hoe doe je dat dan onderweg? Water drinken, maar... En dan een beetje rustiger aan doen. Tenminste, ik hoop dat ik dat heb gedaan, maar ik ben kapot. Maar je hebt gehaald? Ja, gehaald. Yes. Gefeliciteerd. Dat is een leeftijd, hè? Gefeliciteerd. Kijk, daar hebben die mensen wat aan. Jazeker, dat dacht ik ook. Wat staan we hier lekker in het zonnetje met z'n allen? Ja, wij vinden het ook leuk. Hey, waarom zijn jullie hier? Gewoon echt voor het aanmoedigen of zijn er nog speciale redenen? Nou, ik heb het zelf 1 keer gedaan en ik vond het heel leuk als mensen mij stonden aan te moedigen. Dus daarom doe ik het eigenlijk. Ja. Vind je het leuk hier? Ja. Ja? Wat is er leuk? Dat we onze high five geven. Ja, heb je al heel veel high fives gehad? Ja. We gaan even snel naar de start in Amsterdam toe, want er is gedoe, begrijp ik, Charissa. Ja, klopt. Er is zojuist besloten dat deze renners mogen niet starten. Dat is niet gebeurd in 25 jaar. Een aantal mensen zijn er behoorlijk boos over. Een aantal gaan toch het hek over om te vertrekken. Mevrouw, u mag niet beginnen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben diep teleurgesteld. Dat meen ik serieus. Jeetje, Mina. Ik heb zelfs morgen vrijgenomen om te acclimatiseren. Nou... Het is echt ongelooflijk. We staan hier aan de start, we hebben de warming-up gehad. En dan krijgen we ineens dit. Dan hadden ze ons veel eerder moeten zeggen. Laten we even indalen, we staan hier met z'n allen te balen. Iedereen,
Loop alsjeblieft rustig terug naar het Centraal Station. De vrachtwagens waar jullie je kleding hebben ingeleverd, zijn daar als het goed nog of komen zo snel mogelijk terug? Ja, ruk. We hadden gisteren ook in de kroeg kunnen zitten natuurlijk. We hebben best wel lang ons best gedaan om fit te zijn, dus ja, jammer. De tunnel is op dit moment afgesloten, dus je mag teruggaan naar het Centraal Station. Er worden geen lopers meer toegelaten in de tunnel. Ja. Ja, we staan dus aan de Prins Hendrikade bij de start waar zojuist is aangegeven dat de Tour wordt afgelast. Het heeft allemaal te maken met uw veiligheid vandaag. Vanwege het weer, het zou te warm zijn om nog te vertrekken. We hoorden net van de organisatie dat ze de start ook hebben stilgelegd. Dat mensen niet meer mogen starten vanwege de hitte en de veiligheid. Die mensen moeten dus teleurgesteld naar huis. Snap je dat die beslissing is genomen? Jazeker. Als het nu zo warm is geworden en zoals ik net zei, ik heb ze echt langs de kant zien liggen. Ja, dat wil je niet het risico lopen dat er nog meer gaan komen. En net vlak voor de finish, die 400 meter, daar werd er gewoon in gerenommeerd. Ja, dat zet je wel aan het denken. En het is heel verstandig van de organisatie dat ze, het, ja, dat ze toch de start gestopt hebben. Hoe gaat het? Nou, super. Zie je er niet goed uit dan? Nou ja, nee, maar ik vraag me even, omdat heel veel mensen het echt heel zwaar hebben onderweg. Het is heel warm geweest, heel warm. Ja, ja. Ik heb het nog nooit zo slecht gehad. Dus, nee. U loopt er wel vaker dus deze dan? Ja, al meerdere keren. En dit is de zwaarste? Ja, zeker. Het is gewoon heel warm. Je kan je warmte niet kwijt. En, nee, het is echt zwaar. Ondertussen wordt hierbij de finish omgeroepen richting de lopers die nog onderweg zijn. Om vooral de laatste paar honderd meter rustig aan te doen. En het PR's niet belangrijk zijn. Dat allemaal vanwege het feit dat het zo warm is. En er ook al een aantal ambulances dicht bij de finish staan. Dus mensen wordt opgeroepen om niet nog een laatste sprintje te trekken. Waardoor ze wellicht alsnog oververhit raken. Nou, zo is de organisatie aan het improviseren om al die lopers die niet van start konden gaan hun spullen weer terug te geven. Er zijn nog steeds wel lopers onderweg en de finish ook nog steeds lopers in Zaandam. Ja. Vorig jaar spraken we elkaar ook. Ja. Toen was u 80, dus nu 81. Ja, 81, ja. En u heeft het weer gedaan. Ja, we lopen weer nog 4 jaar lopen, dan ben ik 85 en dan zie ik wel weer. Zie ik wel weer. En ik wil nog wel zeggen, ik heb overal gelopen. 2 keer in New York, in Boston, Aruba. Maar de Dam is toch een van de mooiste, ja, ja. En hoe was het nou vandaag? Want ik begreep, u hebt hem geloof ik 22 keer gelopen, de Damloop vandaag. Ja, nou, dit was wel een van de zwaarste, ja. Ja. Ja, zwaarste, ja. Goeiedag mevrouw. Handen de lucht in. Ja, zo blij. Blij dat we nog mochten starten. Ja, u was een van de laatste, denk ik. Allerlaatste, denk ik. Ja. Ja. Zag u het aankomen dat het bijna niet doorging? Ik vind het ook heel zielig voor de mensen na mij. Ja. Snapt u het wel? Want... Ja, het was heel pittig. Ja. Nou, zij doet voor de 4e keer mee. En ik had zoiets, vorig jaar zag ik iemand zijn vrouw over de finish heen tillen. Ik denk, als ik dat kan, ga ik dat ook doen. Maar de gedachte was om haar ten huwelijk te vragen. En die missie is geslaagd, dus bij deze. En er is dus ja gezegd. Ja, tuurlijk. Ja. Ook deze lopers gaan hun laatste 500 meter in. Frederik, Anke, 500 meter. Hoe was het? Zwaar, warm. Warm vooral, hè? Ja. Blij als het klaar is? Zeker, absoluut. Ja, okay. Succes, het bocht hier om en je bent er. Lukt wel. Onder luide aanmoedigingen wordt 1 niveau over de finish geschreeuwd. Althans, richting de finish. Het is nog 200 meter. You're the last one. Yes. How was it in the end with all the people around you and screaming at you? It was amazing. I thought I wouldn't be able to continue, but as people cheered me up, I felt the strength and I finished it. How heavy was the race? Actually, it was a bit tough. I started to develop some pain on my legs. Therefore, I had to walk a bit. But in the end, I made it. And I also made it for a good cause. I am making donation for a foundation for children with leukemia in Turkey. Okay. So I ran this one for this one, therefore I really had to finish it. Ja, en dat was dus de allerlaatste loper van de 45e Dam de Damloop. Toch wel een loop met een kleine schaduw eroverheen. 4000 mensen die niet mochten starten, sommigen deden dat toch illegaal. Maar vanuit veiligheidsoverwegingen, vanwege dat toch te warme weer, ze besloten dat een heel grote groep niet mocht starten. Heel veel mensen die bij de EBO zijn geweest, ook nog mensen die in de ambulance zijn geweest. De koelbaren die zijn gebruikt, maar bovenal was het vooral ook weer een prachtige dag. Heel veel mensen die hier weer toch een hele mooie loop hebben gehad, mooie verhalen gehad. Een huwelijksaanzoek, mensen die hem voor dezelfde keer liepen. Een man van in de 80 die ook weer deze Dam de Damloop heeft volbracht. Het was weer een hele mooie dag en uiteraard zou ik ervan zeggen,
tot volgend jaar. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Le Champion.